Hier maak ik dan meestal mijn Instagram stories mee. En ja hoor, hier zijn al mijn appjes die ik voor Instagram kan gebruiken. En dan, als het goed is, nee. Nou, heel handig. Als ik het aanzet, dan zie je al foto's meer gedimd. Hi allemaal, ik ben Rosalie en vandaag heb ik een video die ik zelf vaak op YouTube kijk. En dat is namelijk een What's on my iPhone. Ik en mijn telefoon zijn eigenlijk bijna 24/7 onafscheidelijk. Ik doe er letterlijk alles op. Ook bijvoorbeeld schooldingetjes, maar ook gewoon Instagram, spelletjes spelen. Eigenlijk van alles, alles wat je op je telefoon kan doen, doe ik denk bijna wel. En er is een nieuwe iOS uitgekomen, de iOS 14. Zo, ik spreek het ook weer heerlijk uit. Maar je snapt wat ik bedoel. En er zijn dus heel veel nieuwe functies en opties bijgekomen. Vandaar dat het me leuk leek om gelijk even zo'n What's on my iPhone te doen. Om te laten zien hoe ik het nou heb ingedeeld. Dus, ben je nou benieuwd? Kijk dan snel verder en dan gaan we gewoon lekker beginnen. Let's go! Voordat deze video kan beginnen, heb ik trouwens ook nog gelijk de comment van de week. Dit doe ik elke zondag. En wil jij nou de comment van de week worden van volgende week? Laat dan iets leuks, liefs of iets anders achter. Bijvoorbeeld een video-ideetje. En wie weet ben jij wel de comment van de week van volgende week. Ik ga nu even de comment van de week van deze week voorlezen. Dus zet je schrap. De comment van de week is van Charlotte. Die ga ik zo voorlezen. Maar het leek me een keer leuk om gewoon een keer een complimentje in deze video te doen. Dus dat heeft ze ook gedaan. En ze zegt, oh mijn god, jullie hebben een super mooi huis. En je maakt zo leuke video's. Ik ben jaloers op je kamer. Nou, heel erg lief Charlotte van deze comment. Ja, we hebben best wel veel moeite gedaan voor de woonkamer. Maar als je trouwens die video nog niet hebt gezien, klik dan even hier in het i'tje. Ik vind het echt heel erg lief deze comments. En ja, daar doe ik het echt wel voor. Heel erg bedankt Charlotte. Laten we eerst beginnen met welke telefoon ik eigenlijk heb. Ik heb zelf de iPhone XS Max in het goud. Ik zal hem gelijk even aan jullie laten zien. Kijk, zo ziet het eruit. Nog helemaal mooi goud. Ik ben nog steeds super blij met deze kleur. Je had ook Space Gray. Maar ik ben uiteindelijk voor goud gegaan en nooit spijt van gehad. Het enige nadeel is wel dat ik hem echt te groot vind. Ik heb het grootste model en ik heb gewoon echt mini handjes zoals je ziet. Dus stel er komt een nieuwe telefoon uit, dan neem ik sowieso een kleinere. Maar voor nu een prima telefoon en hij doet het gewoon. Dus dat is het belangrijkste natuurlijk. Goed, laten we dan maar lekker beginnen. Dit is als je mijn telefoon opent, dan zie je dit. Ik vind het eigenlijk heel erg fijn om gewoon elke keer Apple apps op mijn beginscherm te hebben. En ik heb gelijk een widget toegevoegd. En een widget is helemaal nieuw bij deze nieuwe update. Ik vind het zelf echt fantastisch. En het geeft echt een beetje zo'n gepersonaliseerde telefoongevoel. Vind ik zelf dan. Meestal had je gewoon alleen maar appjes en dan kon je een mapje maken om het een beetje bijzonder te maken. Maar nu kan je gewoon lekker fotootjes toevoegen, kalendertje, klokje. Gewoon alles wat je super fijn vindt. Dus ik ben helemaal fan van deze update. En trouwens, ik heb niet mijn voorpagina laten zien. Want elke keer stopt dan de opnames. Dus dat vind ik een beetje vervelend. Maar wonder boven wonder is dat ook mijn vriendje, namelijk Dirk. Ik heb hem hier ook op deze achtergrond staan. Dus dan weet je dat hij in ieder geval een beetje obsessed. Oké, goed. Nou ja, dit is dus het beginscherm. Wat je ziet is instellingen, camera, telefoon, FaceTime. Ik heb het gewoon een beetje op kleur gesorteerd. Vond ik zelf gewoon het allermooiste. Het is niet welke app ik het meest gebruik. Dan heb ik dus een widget toegevoegd. En daar ga ik later over vertellen hoe ik dat nou precies heb gedaan. Maar je kan misschien al zien, dit is niet de standaard Apple widget. En voor de rest heb ik ook nog Safari en Zoek Mijn staan. Misschien denken mensen, wat is Zoek Mijn? Maar dat is eigenlijk gewoon waar ik mijn ouders en broer op kan volgen. Dus stel, ik ben alleen thuis, dan kan ik zien waar ze zijn en of ze al terug naar huis komen. Super fijn. En notities natuurlijk ga ik niet openen, want er staan heel veel dingetjes in die bijvoorbeeld even nu niet zo handig zijn. Maar notities is denk ik wel de meest gebruikte app op deze pagina. Goed, dan gaan we door. En ja, bij deze nieuwe update ga je gelijk al merken, ik heb eigenlijk heel weinig apps op deze twee tabbladen staan. Want straks zie je allemaal hoe dat komt. Dat hoor je zo wel. Eerst even deze pagina. Netflix, Videoland, TikTok en Spotify. Dit zijn eigenlijk de meest gebruikte apps van mij om wat te kijken en te luisteren. Dus vandaar ook. En ik vond het gewoon heel mooi dat ze allemaal zwart waren. Ik weet het, helemaal uitgedacht. Het gaat soms te ver. Maar ik vind het wel heel erg mooi staan. En daaronder heb ik YouTube en Pinterest. Pinterest vind ik zo super leuk. Helaas heb ik nu mijn vliegtuigmodus aanstaan. Maar dit is een beetje hoe het eruit ziet. Bijvoorbeeld dit. Is gewoon mijn droomwoonkamer. Dus die komt ook elke keer terug in mijn Pinterest. Dus dan denk ik elke keer, oh wat super leuk weer. Nou ja, dus zo gaat het een beetje door. Dit vind ik bijvoorbeeld een hele mooie badkamer. En er zijn ook heel veel outfit inspiraties. Die kan je helaas nu niet zien, maar het zijn heel vaak leren broeken en dat soort dingen. Dus Pinterest weet mij goed in te schatten en wat mijn stijl nou precies is.
beetje eng. Dan heb ik ook nog een mapje foto. En hier staan eigenlijk gewoon 4 apps in die ik gewoon heel erg vaak gebruik. Ik heb nog meer apps, die krijg je zo te zien. Maar deze 4 apps zijn gewoon echt de meest gebruikte apps. VS Code, dat is gewoon voor foto's bewerken. Unfold voor stories maken. Ik weet niet of je het nu kan zien. Ja, ik heb hier bijvoorbeeld al mijn, hoe ik het in mijn story zet. Als ik bijvoorbeeld een nieuwe video heb. En dit zijn gewoon van die Instagram verhalen. Ik heb hem net helemaal opgeruimd, dus je ziet niet al mijn oude stories meer. Maar hier maak ik dan meestal mijn Instagram stories mee. Als ik het gewoon wat creatiever wil doen. Dan Lightroom. Lightroom, daar bewerk ik eigenlijk al mijn foto's mee. Die ga ik nu even laten zien. Ik had hier bijvoorbeeld een quote en die heb ik met mijn eigen filtertje bewerkt. Dat kan je gewoon via voorinstellingen. Dan kan je gewoon die toevoegen of ik heb gewoon een ander filtertje. Helaas kan ik die niet met jullie delen. Dat vind ik echt super jammer. Maar ja, ik weet gewoon niet hoe ik dat precies moet doen. Dus als je nog tips hebt hoe ik een filtertje met jullie kan delen, laat even hieronder weten. Want ik zal het zo doen. Het is namelijk best wel een mooi filtertje, vind ik zelf. Dus ik gebruik hem ook op echt elke foto van Instagram. En dan nog Airbrush, daar kan je ook nog dingetjes mee bewerken op je foto. We zijn natuurlijk dit jaar weer begonnen met school. En dit keer niet op de middelbare school, maar op echt een opleiding op een studeerplekje in Amsterdam. En er horen natuurlijk ook weer nieuwe apps bij. Ik heb bijvoorbeeld geen Zermelo meer, geen Somtoday. Eigenlijk al die standaard apps die ik op middelbare school wel had, heb ik allemaal eruit gegooid. En nu heb ik dus weer nieuwe apps, namelijk mijn HVA, Outlook, dat is voor mijn mail, Authenticator. Dat is volgens mij, krijg je elke keer een wachtwoord als je in wil vullen bij een bepaalde app. Geen idee, ik moest het downloaden. Ik ben gewoon bang als ik het nu weer verwijder dat ik het daarna niet meer kan vinden. Geen idee, behoud erop. De DigiD natuurlijk, voor de overheid. En Puls. En Puls is eigenlijk gewoon voor elke melding als bijvoorbeeld een docent iets nieuws toevoegt op Brightspace. Het wordt echt zo'n heel technisch verhaal. Maar Brightspace is eigenlijk gewoon, omdat ik alles online krijg, daar staan alle dingen op die ik nodig heb. Dus al mijn oefenmateriaal, alle filmpjes, alle huiswerkopdrachten, eigenlijk alles. Mijn HVA. Ik denk niet dat die nu gaat openen helaas. Maar hier zie ik eigenlijk gewoon mijn hele rooster op. Dat is het. Ik vond het trouwens wel een hele mooie app hoe ze dat hebben gedaan. En dan komt iets wat ik echt fantastisch vind. Dit is dus nieuw bij deze nieuwe update. En ja, ik kan er gewoon niet over uit. Ik vind het echt fantastisch. Je gaat namelijk naar rechts swipen en dan kom je bij de appbibliotheek. En dit heeft Apple zelf aangemaakt. Dus er zijn geen mapjes die ik zelf heb gemaakt. Maar zij bedenken zelf een categorie en waar zij denken dat de app het meest in voorkomt. Dus bijvoorbeeld informatie en lezen. Nou, hier zie je allemaal nieuws en vertalers, dat soort dingen. Dus zij hebben zelf die mapjes aangemaakt. Ik moet zelf wel even denken dat ik elke keer moet zoeken naar waar mijn apps staan. Maar ja, op een gegeven moment wordt dat weer helemaal eigen en dan ben ik er zo weer doorheen. Dus ik heb hier eigenlijk al mijn apps staan die ik heb. Nou, allereerst de pas toegevoegde apps. Dit zijn dus eigenlijk gewoon de apps die je het nieuws hebt toegevoegd. Dat is in dit geval bijvoorbeeld de Hunkemuller app. Dan krijg je natuurlijk weer punten. Outlook, Widgetsmith. Daar gaan we zo op even uit. Maar ja, in ieder geval, dat zijn allemaal dingetjes die je hier ziet. Dan heb ik social. Je hebt eigenlijk alles al gezien behalve Twitter. Want Twitter gebruik ik gewoon niet zo heel erg vaak. Dus vandaar ook dat ik die niet op mijn homepage heb staan. Maar gewoon lekker tussen al deze sociale apps heb staan. Dan kan ik hem altijd nog even pakken. Maar het is niet zo'n app die altijd wordt gebruikt. Dan heb ik creativiteit. En ja hoor, hier zijn al mijn appjes die ik voor Instagram kan gebruiken. Bijvoorbeeld Bazaard vind ik heel erg fijn. Daar kan je bijvoorbeeld leuke randjes om foto's heen doen. De Canon Connect app. Dat is voor als ik foto's heb gemaakt hier in mijn camera. Dan kan ik ze heel erg makkelijk uploaden op mijn telefoon. Dan heb ik bijvoorbeeld Gridit. En Gridit is echt een hele leuke app. Want dan kan je namelijk een foto die bijvoorbeeld helemaal verticaal is aan allemaal kleine vakjes choppen. Ja, dat is eigenlijk precies hoe deze app werkt. En dan kan je dus heel leuk, als je op Instagram bijvoorbeeld op een pagina een hele foto ziet, maar dan allemaal kleine vakjes. Dus één foto die in 4 vakjes is verdeeld bijvoorbeeld. Dat kan je ook really doen. Wat heb je nog meer? Wat zou nog meer leuk zijn? Quickshot. Hele goede app. Daar kan je namelijk de lucht mee veranderen van je foto. En ga zo maar verder. Ja, al die Instagram tips, hè. Dan heb ik productiviteit en financiën. Nou, dan zie je hier bijvoorbeeld ook mijn ABN app staan. Allemaal niet zo boeiend. Wat heb ik nog meer op staan? Beetjes. Tiki natuurlijk. Een van mijn meest gebruikte apps. Oeps.
en Widget Smith. En Widget Smith, daar gaan we nu even op in. Dan zie je gelijk ook hoe ik net die widget op mijn eerste pagina heb gemaakt. Nou, we openen deze app. En dan komen we dus eigenlijk hierop terecht. En als je dan bijvoorbeeld Add Small Widget, dus dat is een kleine widget, als je die wil toevoegen, dan druk je erop en dan druk je op de zaterdag 19e. Dan druk je nog een keer op zaterdag 19 en dan kom je dus in een hele lange lijst met allemaal opties die je kan kiezen. Dus bijvoorbeeld, als je het leuk vindt, kan je een klokje doen, kan je een datum doen, wat dan ook. Dus bijvoorbeeld stel, ik zou een heel erg leuk klokje willen, dan zie je hieronder allemaal opties staan. Dus bijvoorbeeld Amsterdam, New York, kan elke locatie doen die je wilt. Dan heb je de stijl. Ik vind het zelf heel erg leuk als die plain is. Want ja, het is meer gewoon voor decoratie in plaats van dat ik op kijk. Want je hebt hierboven natuurlijk ook altijd je klok staan. Dan kan je kiezen voor systeem, rounded, New York en nog wat dus. Geen idee. Doe voor system. En dan kan je ook nog eens kiezen welke kleur de wijzers hebben. Nou, ik vind wit altijd heel erg mooi. En dit is mijn favoriete stukje, namelijk de kleur die je kiest. En ik ga altijd standaard voor crème. Ik hou van wit, ik hou van crème. Dat zijn gewoon mijn favoriete kleurtjes. Dus ik ben heel erg blij dat die is toegevoegd en kan ik hem dus lekker gaan gebruiken. Goed, dan heb ik hem dus nu hier staan. Hij is helemaal gemaakt naar mijn smaak. En dan gaan we terug. Als je op je vinger langer ingedrukt houdt, dus op het scherm, dan gaan al deze icoontjes dus trillen. Dan kan je zeggen, nou, dan wil ik deze app verwijderen. Maar je kan ook een widget toevoegen. En dat doe je dus bij plusje hierbovenin links. Dan zie je dus hier alle widget opties. Dan rij je daar beneden naar Widgetsmith. Dan zeg je, voeg widget toe. Nou, dan zie je dus hier mijn eerste functie. Maar die wilde ik niet. Ik wil graag een klokje. Dus dan druk je op je widget. Druk je op stappen. En dan druk je op small hashtag 3. En dan, als het goed is, nee. Nou, wat een goede uitleg, Roos. Waarom werkt het niet? Je snapt mijn uitleg, bij bijna alles werkt dit. Alleen helaas dus nu niet. Ik heb ook een andere keer een fotootje toegevoegd. Dus die ga ik dan gewoon nu eventjes neerzetten. Gewoon om even te laten zien hoe leuk het is. Kijk nou, gezellig. Een quoteje. Nou, wat leuk dat ik iets uitleg. Goed, we gaan door. Oké, dan hebben we diensten. Ook allemaal Apple apps. Amusement. Allemaal filmdingetjes. Wat ik trouwens echt heel weinig gebruik. Maar ook weer denk, ja, zou ik het wel bewaren, zou ik het niet bewaren? Is Sonos. Maar dat is altijd, dat ligt een beetje mee. Dan heb je reizen. Altijd handig. Hier hebben we winkel en eten, wat ik net al liet zien. Informatie en lezen, wat ik net al liet zien. En natuurlijk spelletjes. Ik heb een beetje een haat-liefde verhouding met spelletjes. De ene keer denk ik, oh, superleuk, ik ga lekker een spelletje spelen. En de andere keer denk ik echt, waarom heb ik spelletjes op mijn telefoon staan? In dit geval heb ik er wel zin in om een spelletje te spelen. Dus ik zit nu in die fase. En dit zijn de spelletjes die ik nu heb. Color Switch, Jetpack. Dan speel ik samen met Dirk. Hij is er heel goed in. Ik zit nog steeds op level 12 of zo. Ik heb er gewoon niet zoveel geduld voor. Maar het kan heel erg leuk zijn. En voor de rest heb je nog veel meer andere spelletjes. Maar die zag je al. En dan heb ik ook nog gezondheid en fitness. Allereerst heb ik die Foreo app. Dat is voor mijn gezichtsreiniger. Dus dat heeft helemaal niks te maken met fitness. Maar wel met gezondheid. Dan heb ik de Rose Cycle app. En echt, ik ben hier zo excited over. Zondag ga ik namelijk mijn eerste Rose Cycle lesje volgen in Utrecht. En daarvoor heb je dus een hele app. En dan kan je dus helemaal inplannen met wie je wil Rose Cyclen. En echt, het is zo leuk. Voor de mensen die niet weten wat het is. Je gaat op een fiets zitten die vast staat op de vloer. En je gaat dus op muziek heel hard trappen. En zo dansen. En met gewichtjes. En er staat dus één instructeur aan de voorkant. Die zo helemaal aan het ophypen. Ja, het is echt fantastisch. Tenminste, dat denk ik. Ik heb het nog nooit gedaan. Maar een paar vriendinnen van mij wel. En die zijn er helemaal fan van. Dus ja, Roos moet het ook proberen. En dat gaat ze dus doen zondag. Dus jullie zien dat vast wel een keer op mijn story voorbij komen. Goed. Nou ja, dan was dit dus eigenlijk wat ik nu allemaal hier heb staan. Ik vind het echt zo overzichtelijk. Ik hou hier echt van. Goed. Dan hebben we ook nog, als je dus op je homepagina komt, kan je naar links swipen. En dan heb je ook nog de widget aan de zijkant. Dus dit zijn eigenlijk gewoon, bijvoorbeeld het nieuws. Je kan zien wat er in de agenda staat. En je kan zien hoeveel batterijspanning ik nog heb. En je kan ook nog eens,
volgens mij. Ja, volgens mij wel. Kan je ook nog dit aanpassen. En dan kan je dus weer op plusje drukken. En dan kan je dus weer toevoegen wat je leuk vindt. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen, nou, ik wil graag klokjes. Dan zeg je voeg widget toe. En als je denkt, nee, dat wil ik toch niet. Dan druk je voeg widget niet toe. Heel handig. En ik vind het zelf gewoon heel erg leuk dat dit er ook in staat. Want dan kan je dus weer een beetje je telefoon echt personaliseren. En dat vind ik dus echt super leuk in deze update. Dus nou ja, dit is nu hoe het eruit ziet. En ik denk dat die best wel overzichtelijk is, vind je niet? Dan is dit nog even een overview hoe het bij mij er allemaal uitziet. Zo ziet het dus uit. Helemaal gezellig. Ik ben heel erg benieuwd hoe het bij jullie eruit ziet. Dus als je op mijn Instagram eventjes een DM'tje stuurt met hoe het bij jou eruit ziet. Hoe jij de iOS 14 hebt gebruikt. Lijkt me echt super leuk om te zien. Dus laat het vooral even weten op mijn Instagram DM. En trouwens nog één hele handige tip. Want misschien is het jou opgevallen. Mijn achtergrond is best wel donker en de apps springen er echt uit. Dat kan je via instellingen doen. En dan ga je dus naar achtergrond. En als je dan de zwarte modus hebt aangezet. Dan kan je dus nu door middel van dit schijfje. Kan je dus je achtergrond wat donkerder zetten. Dus hier zie je al. De foto is echt heel erg anders. Omdat als ik het uitzet. Als ik het aanzet dan zie je al. Foto's meer gedimd. Ik vind het zelf veel mooier. Het staat gewoon wat stoerder en wat rustiger voor mijn gevoel. Dus dan weet je dat. Dan weet je hoe ik dat heb gedaan. Ik vind het zelf wel een mooi effect geven. Dan was dit de What's on my iPhone. En ik verbaas me eigenlijk nog steeds dat ik super veel apps op mijn telefoon heb staan. En ik denk dat ik de helft eigenlijk niet gebruik. Maar ken je dat gevoel dat je denkt, ja, maar als ik hem nu verwijder, misschien heb ik over 2 weken dat ik hem toch even wil gebruiken. Dat heb ik nu een beetje. Maar ja, ik moet het denk ik gewoon een keertje heel erg gaan opruimen. Voor nu vind ik het best wel georganiseerd. Ik hoop jullie ook. En ik hoop dat je misschien wat tips en ideeën hebt gekregen van hoe je zelf je iPhone moet indelen. Dan zie ik jullie volgende week zondag of donderdag weer bij een nieuwe video. En dan zeg ik tot dan. Doei doei!